met de voorzet. Nou, de platter krijgt hij opnieuw voor de voeten. Het spel, denk ik. De vlag blijft voorlopig beneden. En dan gaan we moeten zien. Ja, is de 2-2 gemaakt door Laurent de Poitier. Dat is een carambole natuurlijk. Vlak beneden blijft, dat zegt al iets natuurlijk. Een moment van stilzet, een moment van zo te zien van waar de bal komt, van wie. Van Tissou Dali, van de dij van Tissou Dali. Dat was Wasinski niet nog op gelijke hoogte. Nee, de vlak blijft naar beneden. Dus, ik denk dat Wasinski nog lager is.